En welkom bij Affiche. Een aantal bekende Vlamingen gaan hier straks uit de kleren voor een suggestieve kalender. En in Aarschot verzamelen de grootste ambiancebeesten van Vlaanderen binnenkort voor Ambiance XL. Maar dat is dus voor straks. Eerst naar George Michael. Het overlijden van deze superster dompelde de muziekwereld in december 2016 in een diepe rouw. Maar niet getreurd, daar is hij terug met een heuse tributeshow, The Edge of Heaven Tour, op 17 november in Pleezuid in Antwerpen. En de man met de perfecte stem en de perfecte looks daarvoor zit bij ons. Welkom, Ivan. Van een entree. Ja, een ongelooflijke entree, hè? Geweldig. Ja, maar ik zag jouw afbeelding voor die tribute en ik dacht, ja, dit is George Michael. Met die bril en zo'n beetje met die jukbeenderen, ja. Dat, ik begrijp dat veel mensen zeggen van, ah, dat ziet er wel visueel ongeveer hetzelfde uit. Ja, je krijgt dan het gevoel van, leeft hij nu nog, die man, of niet? Omdat het zo'n een echt gevoel is. Inderdaad, Maar de mensen kennen jou natuurlijk van heel veel dingen. Mm-hmm. En ook vaak van onbekende dingen, want je zit vaak in een achtergrondkoortje, zeg maar. Of je zingt reclame in. Ja, ja, inderdaad. Is het zo begonnen? Ja, toch wel. Het studiowerk en de backing vocals is eigenlijk toch van mijn... van mijn 16 was ik eigenlijk al... Eigenlijk dat is heel jong. Veel vroeger. Ik was voor Fisher-Price en Mattel was ik al toen dat ik 8 of 9 jaar was. Uh-huh. Reclamespots aan het inzingen. Maar echt professioneel toch van mijn 18, ja. Ik ben 42 word ik. Dus het gaat vooruit. Ja, maar dat is vaak ondankbaar, hè? Want je doet heel fantastisch werk als backing of als stem in commercials. Er wordt heel veel van je gevraagd, maar je krijgt niet altijd de aandacht of de retour daarvan. Goh ja, ik moet eerlijk zeggen, vroeger zo 10 jaar terug, dan kon ik mij er een beetje in ergeren. Maar ik denk ook wel, als je achter een goede artiest staat en een professionele, en je krijgt die erkenning ook van die artiest, dan vormt dat wel een geheel. Ja. Die zijn eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Want je hebt wel al gewerkt met een paar grote namen. Hè? Mm-hmm. Wat is jouw mooiste herinnering op dat vlak? Goh, Leo Sayer, Lionel Richie, dat zal toch wel een van de grootste geweest zijn. En er zijn nog zo'n paar internationaal, maar niet alleen internationaal. Ik bedoel, de goede nationale artiesten heb ik ook altijd heel veel... goede herinneringen aangehad. Ja. En u gaat bijvoorbeeld Gustav naar het Songfestival. Ja. Dat is wel een mooie reclame voor Absoluut. Het vak van de backing vocals, zeg maar. Ik ben super blij. Niet alleen omdat het een hele goede kameraad van mij is, maar ook een collega. En dat wordt nu echt wel eens in de verf gezet. Ja. Dat je een hele goede zanger moet zijn om ten eerste backings te doen. Ja. En hij bewijst dat. Hè. Ja. Dus, je moet vaak recht trekken wat de anderen laten vallen. Dat zeg jij, ik denk dat... Jij kan dat moeilijk zeggen, maar het is wel zo, ja. En wanneer gaat Ivan dan naar het Songfestival, vraag ik me af? Goh, ik heb vroeger een paar pogingen gedaan, maar ik denk dat ik een klein beetje hetzelfde gevoel heb dan Stef, dan Gustav. Als ze mij niet zelf zullen vragen, dan ga ik mij niet meer inschrijven. Ik ben ook zo van met een talentenjacht. Ik heb ooit X-Factor gedaan. Ik heb dat 1 keer gedaan, dat stond op mijn bucketlist. Ja. Maar ik denk dat de kans zeer klein is dat ik mij ooit nog voor een talentenjacht zou inschrijven. Ja. En jouw moeder is ook heel muzikaal. Mm-hmm. Is dat dan een beetje met de borst meegegeven, dat zingen? Was dat echt een droom van je? Of heeft zij jou een beetje in die richting geduwd? Nee, het was sowieso al iets dat spontaan kwam. Hey, ik zong al stemmetjes van toen ik klein was, zonder dat zij mij dat aanleerde. En zij had ook zoiets van, zij had toch een klein beetje die ouderwetse mentaliteit van, je moet een job gaan leren, je moet school gaan doen. Maar dat was niet tegen te houden. Ik wou sowieso in de muziek het gaan. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. En had jij idolen toen je jong was? Goh, toch wel. Ik had heel veel ook vrouwelijke idolen. Uh-huh. Van heel veel Motown, pop. Whitney Houston is nog altijd een van de, voor mij een van de strafste zangeressen. De grote stemmen ook eigenlijk. Hè? De enige waar ik echt... Ik heb voor 2 mensen tranen gelaten. En dat is voor Whitney Houston en voor George Michael. Ja. En dat zijn dan ook gewoon mijn 2 grote idolen. Maar ik wou het vragen, George Michael was een idool? Of is het die pas geworden doorheen de jaren? Nee. Het is heel lang al een idool van mij geweest. En het rare is dat heel veel mensen al die jaren zeiden van, goh, als ik u hoor zingen, dan hoor ik precies George Michael. Ik hoor dat zelf niet. Nee. Maar dat was, ik weet nog... als ik Sterren op de dansvloer deed, elke keer ik kwam Raf van Brussel tegen. George! Dat was heel raar. Heel veel mensen, ook binnen de sector, zo dat zeiden van, oh, uw timbre is zo fel, George Michael. Ja, en ook de looks, hè?
Ja. Dus het zal wellicht een combinatie van de beide zijn. In de show komt dan nog iets meer aan bod. Het heel belangrijk is om te weten dat we geen look-alike show zijn. Dat wou ik absoluut niet. Dat wou ik vragen, Nee, dat doen we absoluut niet. Het gaat echt om het repertoire. Het gaat echt om het vocale gedeelte van die George Michael-traditie. Ja, het visuele komt ook wel heel sterk aan bod. Dus we gaan niet alleen het muzikale, maar ook zijn emotionele een beetje uitbeelden. Mm-hmm. En dat was niet altijd positief. Nee. Dus... Het is eigenlijk het totaalconcept wat mensen meekrijgen. Ja, ja. En heb je zo'n favoriete George Michael song? Of zit dat dan meer in de Wham-periode? Ik vind Wham heel tof, zeker in de party mood. Maar ik ben toch meer voor zijn emotionele ballads. One More Try, Praying for Time. Dat zijn echt wel een van zijn... Ja, grootste klassiekers, maar echt wel top iets eigenlijk. En wellicht ook doordat je een stuk fan ervan was, ken je ook die achtergronden van die songs. En dat maakt dat je ze misschien totaal anders benadert dan de meesten zouden doen. Ja, zijn leven was niet echt positief, maar dat maakt dat hij eigenlijk dat heel biografisch heeft gemaakt, waardoor dat je fantastische nummers krijgt die je niet zomaar kan schrijven voor iemand anders. Nee. Ik denk dat hij zo'n nummer nooit voor een andere artiest zou kunnen geschreven. Was dat een heel zwart leven, heel die periode? Of was dat met ups en downs? Of evolueerde het in de laatste fase na dat zwarte? Ik denk dat hij sowieso wel ook positieve momenten heeft gekend. Maar ik denk dat het een klein beetje de roem is geweest. Te veel in de spotlight staan, paparazzi, drugs, emotioneel er helemaal onderdoor. Al de dingen die hem ondermijnen, zeg maar. Zijn er veel, hè. Whitney Houston enzovoort, dat zijn allemaal... Vaak altijd mooie vocale stemmen, hè. Ja. Veel te jong. Ja, dat is ongelooflijk. En wanneer ben je dan op het idee gekomen van, ja, je bent er fan van, het is een stukje idool, mensen zeggen wel eens tegen jou George, of George Michael. Ja. Maar wanneer kwam je dan op het idee van, ik moet er iets mee gaan doen? Goh, ik vind het altijd raar om een tribute show van iemand te gaan doen als de persoon nog leeft. Dat klinkt heel raar. Ja. Maar dan wordt het vergelijk echt heel groot. Hè? Ja. Mensen die naar onze show komen zien, die zouden altijd zeggen, maar ja, ik heb vorig jaar George Michael in Techno nog gezien in de Ziggo Dome. Ja. Ik vond dat toch wel beter. Uiteraard is dat beter. Ik ben niet George Michael. De kopie is altijd iets anders dan het originele. Uiteraard. Ja. Maar toen dat hij dan overleden is... kwam hij naar mij en zegt van, voilà, je wordt er al jaren mee achtervolgd, wordt het geen tijd om via de productie, House of Entertainment, heeft dan gezegd van, oké, laten we een productie op poten zetten met de muziek van George Michael. En die keuze was heel snel. Ja. En je bent ook een podiumbeest, hè? Ja, het swingt eruit, want je kan niet stilstaan, heb ik altijd de indruk. Nee, ik probeer. Ik ben van mening, als je een uur hebt of twee uur, moeten de mensen alles krijgen. Ja. Moeten ze zorgen dat ze een traan laten, moeten ze kunnen lachen. En moeten ze eigenlijk meer dan de helft van de show niet op hun stoel zitten. Ja. We gaan er zo dadelijk nog even verder over praten. Willen we eens kijken of we een nummertje hebben van George Michael? Goed, perfect. Ja, ik ga even zoeken en dan gaan we jou proberen verrassen. Super. Oké, tot zo. En welkom terug bij Affiche. Ja, we hadden je George Michael beloofd, maar we hebben er ook maar Whitney Houston bij gegooid. Een andere idool, hè? Ja. Andere idool. Ik dacht de twee grote idolen. Voilà. Ja, een leuk nummer ook. Ja, If I Told You That, daar hoort eigenlijk een verhaal bij. Ze hebben eigenlijk die clip niet samen opgenomen. Nee, en dan achteraf hebben ze toch beslist alle twee van, ja, dat gaat niet lukken en dat werkt niet en we moeten... En hebben ze al die kosten terug laten vallen. Hebben ze natuurlijk niet mijn datum ingepland om dan toch samen te komen. Tegenwoordig gaat dat zo. De grillen van de... Internationale artiesten die maken een duet, maar die hebben elkaar nooit gezien. Nee, het is gewoon zakelijk geregeld. Ja. Maar je hebt toch ooit al eens als George Michael, dacht ik, opgetreden als gast in een programma? Ook, maar het is niet de eerste keer dat we dit concert doen, maar uiteraard dan met corona. Ja. Ja. Gaan we nu terug de aftrap geven in Antwerpen. En dan achteraf een tournee in Nederland. Dus we hebben wel... Er staat wat voor de boeg. Ja, absoluut. En dat is ook iets dat internationaal kan eigenlijk. Want George Michael is een wereldvedette. Ja. En het klopt volledig het plaatje. Absoluut. Dus dan denk ik Duitsland, geweest. Frankrijk. Ja, inderdaad. Er zijn wel wat aanvragen geweest. En die waarschijnlijk ook wel zullen doorgaan. Dus we kijken er naar uit om...
over de grenzen te gaan. Ja. En wat moet ik mij dan voorstellen? Je zei het al, het is niet echt een soort lookalike. Mm-hmm. Is het dan een optreden van Ivan zingt George Michael? Of ben je volledig met de look van George Michael daar? Vertel je verhalen over hem? Speel je hem? Hoe moet ik het zien? Het eerste kwartier hebben de mensen echt wel het gevoel dat George Michael er staat. Ja. Ik kan niet echt in detail trekken, maar het is echt wel... Daarvoor moeten we komen kijken. Ja, voilà, het is wel een beetje spectaculair. En dat is ook wel belangrijk, omdat... Het rare is, omdat we dat de eerste keer deden, kwamen er echt fanclubs. Je hebt echt fanclubs die van Engeland komen, die van Duitsland. Dus zeer, zeer kritisch. Ja. En die hadden ook allemaal het gevoel van, eindelijk is geen lookalike show. Ja. Dus ik probeer dat ook aan te kondigen van, luister, ik ben niet George Michael. Nee. Ik dus je moet het ook niet gaan faken. Nee. Ja. Maar het is een tribute met zijn grootste hits. Het is met dansers, dus het is ook wel wat spectaculair. Ja. Die dansers gaan niet echt gewoon... stappetjes doen, maar die gaan echt zijn emotie uitbeelden. Ah ja, wel leuk. Dus het is wel zowel visueel als vocaal. Met een live band ook. Ja, we zitten met 9 muzikanten. Wow. 3 backings, 3 dansers, dus het is wel een groot... Je staat gewoon op het level van George Michael bijna, Ivan. Blijven scheiden, maar het ziet er toch wel spectaculair uit. Ja. En was het een moeilijke keuze om de nummers in die show... uit te kiezen? Je hebt er wellicht moeten laten vallen. Want... Ja, uiteraard. We hebben wel gekozen om voor 80% de grootste hits te brengen. En ook een paar nummers die niet zo bekend zijn. Maar ik denk dat we sowieso voor een tweede tournee een heel nieuw repertoire. Want hij heeft zoveel goede nummers gebracht dat we 2-3 shows kunnen vullen. Dus je kan er nog een vervolg op maken en nog een vervolg en dan misschien. Nog Symfonica en dan nog eens Unplugged en materiaal en ideeën. Ja, en wat is jouw absolute favoriete nummer? Als je zegt van, ik moet er eentje uitkiezen. Ik weet dat het moeilijk is. Dan gaan we toch voor Jesus to a Child. Ja. Ja, dat vind ik een van de sterkste nummers dat hij ooit heeft gebracht. Ook heel leuk om te zingen, vocaal. Dus ja. En heb je stress als je dit doet? Want je weet dat heel veel mensen, als ze komen naar jou, dan weten ze, ja, Ivan, perfecte stem, vlotte beweger op het podium. Dan ben je volledig jezelf. Maar heb je hier toch een beetje die stress van... ze gaan vergelijken, of je het nu wilt of niet? Vooral de allereerste keren dat we die deden in het Casino Oostende en in Stadsschouwburg was het echt wel van... oei, we hebben bericht gekregen dat er fanclubs vanuit andere landen komen. Dus dat is echt wel stress. De mensen kennen alles. En wat je dan wel krijgt, als je dan eens 1 woord verkeerd zingt... dan krijg je een mailtje, het was fantastic. And but you did 1 word completely wrong. It's not... dus die zijn super, super kritisch. Ik was de puntjes dan blijkbaar op de één. Ja. Dus ik heb daar wel een beetje stress voor. Maar ik heb het geluk dat ik nooit echt zenuwen heb voor een optreden. Het is meer een kick. Dus de stress en de zenuwen vallen heel snel weg. Zodat ik 100% kan genieten van de act. En je zei het wel, het is geen lookalike show. Mm-hmm. Maar als je dan in die tribute show op het podium staat... zit daar dan toch niet een beetje George Michael in je? Ja. Denk je dan niet een beetje zoals hem? Ja, misschien wel. Veel mensen zeggen ook dat het er dan visueel en hoe ik mij gedraag. Maar ik blijf erbij dat ik dan niet ga... Ik ben niet voor de spiegel gaan staan en zeggen van... George Michael doet dit en dit. Nee. Ik denk dat het gewoon een soort van toeval is. Dat ik een beetje hetzelfde acting heb van hem. En de muziek op dezelfde manier aanvoel. Waardoor dat het lijkt dat mensen denken van... ja, dat gaat er wel heel erg naar. Een beetje een gedeelde ziel, zoals dat heet. Voilà, dat is mooi gezegd. Ik wens je heel veel succes. Het is nog even. Het is november. Ja, 17 november. 17 november. En daarna wellicht komen er nog bij. Of anders moeten ze even de grens over naar Nederland. Absoluut. En ik wens jou heel veel succes. We komen kijken. Super. Want we willen jou horen zingen. Alright. In die tribute show natuurlijk. Bedankt voor de babbel. Fate, Father Figure, I'm Your Man, Careless Whisper, Outside Freedom, The Edge of Heaven. Ze komen allemaal aan bod tijdens de verbluffende concertavond. A tribute to George Michael. Te zien op vrijdag 17 november om 8 uur in Play Zuid te Antwerpen. En meer info kan je terugvinden op houseofentertainment.be.